De VPRO reisde in het kader van het programma Beagle in het kielzog van Darwin in bijna een jaar de wereld rond met de clipper Stad Amsterdam. De Britse schrijver Redmond O'Hanlon reisde mee en dit resulteerde in de bioscoopfilm Darwin's Verstekeling, die maandagavond in de Vlissingse bioscoop CineCity wordt gepresenteerd met aansluitend een talkshow. Redmond O'Hanlon is zondag aangekomen op het festival en is enthousiast over de samenwerking met de VPRO. And I loved the approach, which is just so unlike the BBC, you can't imagine. There was no overall script. Nobody had to really do anything that was constricting. It's really spontaneous and liberal and insane, sort of Dutch. It got a lot more discipline later. De eerste prijzen van het festival Film by the Sea zijn zondag uitgereikt, namelijk die van de Delta Shorts. De korte speelfilm Off-Road van Martijn Smits is winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs in deze competitie voor korte films. Aan de juryprijs zit €1000 gekoppeld en de publieksprijs geeft recht op vertoning van Off-Road via Omroep Zeeland. In dit videojournaal volgen we elke dag een lid van de film- en literatuurjury. Schrijfster Franca Treur vertelt hoe zij de films beoordeelt. Nou, gewoon of die me amuseert en overtuigt. En dan mag best hier en daar iets aan mankeren of niet helemaal goed gaan. Maar je moet met de personages een beetje mee kunnen gaan. Als dat tenminste de bedoeling is. Of je moet in elk geval dan kunnen genieten van de beelden. Als dat identificeren niet echt goed lukt of... Nou, het hoeft niet allemaal op dezelfde manier, maar er moet iets zijn waardoor je toch heel graag wil blijven kijken. En uiteindelijk is het ook een beetje best wel een goed criterium om te bedenken van, zou ik die nou aan iemand aanraden? Iemand die je goed kent en die een beetje nou ja, dezelfde smaak heeft als jou. Zo, ja, je kunt namelijk anders, het is echt appels met peren vergelijken, dus je moet wel. Tot zover dit PZC-journaal over Film by the Sea. Deze week wordt er een overzicht vertoond van films van Jean-Claude Carrière, waaronder The Unbearable Lightness of Being, die maandagavond vertoond wordt. Jean-Claude Carrière wordt tevens donderdag en vrijdag verwacht op Film by the Sea om onder andere de Lifetime Achievement Award in ontvangst te nemen. Later de maandagavond wordt Precious vertoond, de film die de PZC-publieksprijs heeft gekregen door de bezoekers van onze website voor de beste boekverfilming van het afgelopen seizoen. Later in dit PZC-journaal komen we op beide awarduitreikingen terug. Tot de volgende keer.